God of War zou oorspronkelijk een trilogie worden, maar er komt nu toch een vierde deel, Ascension. En dat leidt ons natuurlijk tot de vraag, is de serie zijn stoom eigenlijk niet al een beetje kwijt? The Wrath of the Primordials. The very beings who forged the earth. Raged out of control for an eternity. Jij hebt ook deel 1 tot en met 3 gespeeld. Uiteraard. Alle 3 uitgespeeld. Ja, met veel plezier ook. Absoluut. Vond jij dat er van deel 1 tot en met 3 eigenlijk al te weinig vernieuwing was? Bij sommige franchises gaat het er niet zozeer om in hoeverre er sprake is van vernieuwing. Een franchise kan vanaf dag 1 dusdanig sterk zijn, qua gameplay, qua setting, qua verhaal, dat het eigenlijk niet heel erg nodig is om drastische vernieuwingen te voeren. Je mag het niet te hard zeggen, hè? Want dan krijg je natuurlijk bijna het idee dat je dan ontwikkelaars een vrijkaartje geeft. Maar het is een lastig iets, want verander je veel. Ja, maar het geldt niet voor alle franchises. Er zijn echt franchises die elk deel moeten vernieuwen. Dat is waar. Maar God of War heb ik dat minder. Ja, maar dat is wel een lastig iets, want soms verandert een ontwikkelaar iets, dan zijn fans niet blij. Veranderen ze niets, dan hebben ze niet genoeg vernieuwd. En ik denk dat we wel kunnen stellen dat God of War 4, ik bedoel, zo mogen we het eigenlijk niet noemen, maar God of War Ascension bewandelt wel hetzelfde pad. En dan met name van God of War 3, want de serie heeft wel redelijk wat progressie doorgemaakt. Geen evolutie, maar wel leuke nieuwe elementen die continu werden toegevoegd. Tot en met God of War 3 op de PlayStation 3. Waar natuurlijk het spektakelgehalte naar een nieuw niveau werd getild. Absoluut. En in die lijn gaat eigenlijk Ascension verder. Ja, en het is niet geheel verrassend dat het een prequel is. Nee. Dat is toch een beetje creatieve armoede, vind ik altijd zelf. Er zijn niet zoveel andere opties natuurlijk. Of je kiest voor een andere character, of je kiest voor een totaal andere wereld, of je kiest voor een prequel. Ja, maar daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik denk dat het heel lastig gaat worden om God of War te maken zonder Kratos. Want het is eigenlijk gewoon Kratos. Zouden die game net zo goed Kratos kunnen noemen. Ja. Dat is waar het om gaat. En een prequel is dan misschien wel een makkelijke keus. Maar laten we wel wezen, het verhaal is tof en belangrijk. Maar uiteindelijk speel je het. Ik ben het aan het spelen en dan heb ik. Ik merk gewoon op sommige momenten denk ik niet eens na over waar dit zich chronologisch plaatsvindt. Nee, want als ik hier en daar weer wat documentjes vind en zo. Ja, ik druk maar gewoon op X, want het interesseert me niet zo heel veel. Nou ja, ik vind de cutscenes echt tof. En ik vind het wel leuk om meer te weten te komen over de goden en Kratos. Maar wat ik zeg, of het nou daar of daar ten opzichte van andere delen afspeelt, het maakt me geen kut uit. Want ik ben gewoon met Kratos aan het beuken op dezelfde manier zoals ik dat in God of War 3 deed. Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar ik vond dat zo vet. En ik merk gewoon, ik vind het nog steeds leuk. Het verveelt mij nog niet. Ik was een beetje bang voor moeheid, zeg maar. God of War moeheid. Ja. Maar toen ik hem eenmaal weer begon te spelen en ik zei, ja, het is oud en vertrouwd. Maar je kunt het niet loslaten. Het blijft toch weer vet om te spelen. Om je wapens te upgraden. Om je powers te upgraden. Om te genieten van die weidse, schitterend vormgegeven omgevingen. Ja. De bizarre vijanden die je soms op je pad treft. Qua blikveld, weidse blikveld, omgevingen. Ja, want die bewegingsvrijheid is natuurlijk zeer nauw, inderdaad. Maar het is inderdaad wel zo dat op meerdere momenten, als je klautert of dat je ergens om een hoek komt, dat hetgeen wat je ziet is wel echt schitterend. Ik vind het echt een hele mooie game grafisch. De scenery is heel erg mooi. Niet alleen qua detail, maar ook gewoon qua type omgeving, de thema's. Ik vind het echt wel tof. Vooral heel vroeg in het begin kom je in een gevangenis die helemaal gehouden is uit een enorme grote god. Dus je loopt door zijn ingewanden en door zijn binnenste. Ja, dat zijn gewoon. Het is bijna een soort van de klassieke mythologie. Alleen dan op een Clive Barker manier. Want er zit best wel wat bikkelharde horror in. Met kettingen zeker. En gescheurd vlees en noem het maar op. Ja, dat is typisch God of War. Ja, maar ook typisch Hellraiser, ja, Clive Barker-achtige stijl. Dus misschien dat het mij daarom zo aanspreekt. Want het is iets klassieks, maar het heeft een hele duidelijke horror-thematiek. En dat dan in combinatie met die actie. Want het is wel een ding, als je gaat kijken naar dit soort games.
die er gelukkig vandaag de dag nog steeds veel zijn. God of War heeft binnen al dit soort games, de Bayonetta's en de Ninja Gaidens, ook andere dingen die er nog uitkomen. Denk aan wat nu er dan uit is, die Metal Gear Rising. Revengeance. Ja, maar wat ook nog gaat komen, waarschijnlijk die Devil's Third, die nieuwe game die ja, een beetje missing in action is. Maar in ieder geval, binnen dat hele scala aan games is God of War voor mij wel altijd de arcade variant geweest. En als je het over bij racing games heeft dat een bepaalde betekenis. Bij dit soort games niet. Maar het is ook niet dat je aan het einde van een level A tot en met C en misschien wel een Z voor extra of een S krijgt voor fantastic. Weet je wel? Dat is absoluut niet het geval hier. Nee, het is gewoon wel een beetje lekker doorploegen. Het is niet Bayonetta en Ninja Gaiden, die Japanse varianten zijn toch vaak wat moeilijker. Kom meer strategie bij kijken. Zelfs DMC, weet je, wat dan wel door een Engelse studio is gedaan. Hier heb je een heleboel toffe moves, maar je komt gewoon ook best wel ver met een beetje op X. Of in vierkantje, dit geval driehoekje. Vierkantje, driehoekje dan rammen. En wat ik zeg, ik vind het aan de ene kant niet erg, want het is iets wat in alles zit. Ook in de puzzels. Natuurlijk kun je naar een New Game Plus gaan en hogere moeilijkheidsgraden. Maar op normal vergeleken met andere games is dit er eentje die je gewoon lekker kunt blijven doorspelen. Puzzels zijn niet heel erg uitdagend. Je bent niet een uur bezig om de juiste volgorde te vinden. Al een klein puntje van kritiek. Op sommige momenten, de game design laat de logica een beetje in de steek, als het ware. Met bepaalde puzzels had ik zoiets van, what the fuck? En dan kom je er per toeval achter dat het op zo'n manier moet. En dan denk je van, wacht even, dit is niet heel erg. Ik los deze puzzel niet op vanwege logisch nadenken, maar puur vanwege geluk. Want de omgeving, het level waarin die puzzel zich bevindt, is niet echt heel erg handig vormgegeven op zo'n moment. Dat had ik wel een paar keer. Dat vind ik wel jammer. Ja, ik denk dat ik wel een paar van die puzzels weet welke je bedoelt. Alleen, omdat het dan redelijk overzichtelijk is, is het per toeval ontdekken, omdat er maar een paar variabelen zijn. Dus dan, je komt er wel. Ja, plus je komt een gebied binnen en er komt een puzzel aan. Dan gaat die camera even naar de hotspot, zeg maar. Dat soort dingen. Kijk, als je in een Zelda-game slecht game design hebt, dan kom je niet door zo'n tempel heen. Want dat is een aaneenschakeling van zoveel elementen. Dan ben je gewoon fucked. Maar in God of War is een puzzel bestaat uit een paar hele overzichtelijke elementen. En als de volgorde of de insteek niet helemaal duidelijk is, dan probeer je een paar dingen en kom je er wel uit. Maar in ieder geval, tempo gaat er door de puzzels nooit uit. En als je wilt, door de actie eigenlijk ook niet. Wat ik zeg, tenzij je echt de moeilijkheid opzoekt. Maar sommige games die hebben als minimum moeilijkheidsgraad al redelijk wat uitdaging. En bij God of War, je kunt hem als button basher spelen. Ja, en, maar niet zodra je hem op Heart of Titan zet. Nee, want dan moet niet, je echt gewoon je parries, hè, je blocks en zo met L1. En als je dan op het juiste moment op X drukt bij een aanval van de tegenstander, dan kun je hem parryen, dan kun je hem counteren en dan heb je meer kans om hem helemaal kapot te maken. Ja, en het opent nieuwe opties. Want soms krijg je dan een speciale optie om een vijand eventjes door de omgeving te gooien of om erop te klimmen. Opties die je niet krijgt als je niet zo'n speciale counter doet. Ja. Maar het zit er ook allemaal in. Al die gameplay zit erin, want je hebt een heleboel toffe moves. Sowieso dat grijpen van vijanden met je ketting. Dat blijft gewoon heel erg tof. Er zitten hele toffe finishing moves aan. Andere wapens, het upgraden, die counters. Er zit echt heel veel toffe van die hack-and-slash gameplay in. Alleen, ik denk dat het gros van de mensen die hem gewoon op easy of zo speelt, die zal nooit uitgedaagd worden dat op te zoeken. En dat is aan de ene kant zonde. Nee, aan de andere kant, er zitten nu een aantal toevoegingen bij. Zoals de magic. Ja. De elementen, de aardse elementen, zeg maar, die er toch voor zorgen dat je wat meer aan het denken gezet wordt. Bepaalde vijanden reageren bijvoorbeeld minder goed op jouw water- of ijs-moves. Andere vijanden hebben weer meer moeite met elektriciteit. En je hebt dan ook nog vuur. Dus vuur, elektriciteit en ijs, water, zo je wil. En dan ook nog als vierde power die je vergaart op een gegeven moment is een soort van soul power. Soul power! Wie had dat verwacht van Kratos? Ja, inderdaad. Ze hebben wel, weet je, bestaande elementen, wat er al best wel veel waren, met dat soort nieuwe elementen. Je hebt echt een heleboel te doen. En ik vind het ook aan de ene kant, het is een relaxte game voor mij. Want je hebt best wel veel vrijheid om ermee te spelen. Omdat het vijanden kunnen redelijk vergevend zijn. En je kan wat rust nemen tijdens de gevechten. En
Ja, wat dat betreft is God of War voor mij binnen dat soort type games... Het is gewoon eentje die heel relaxed is om te spelen. Omdat er gebeurt gewoon heel veel vets. En er zijn wel wat momenten dat je even je best moet doen, maar... Hij is redelijk ontspannen. Er zijn ook momenten dat je heel dicht met je neus op je beeldscherm moet gaan zitten. Want kijk, grotendeels is fixed camera. Gewoon de angles, de hoeken van de camera, die zijn allemaal gewoon, die staan vast. Grotendeels. Behalve wanneer je loopt door bepaalde gebieden, dan wil hij nog wel eens meedraaien of zo. Maar soms zoomt hij zo ver uit. Ja, omdat je dan met een enorm iets in gevecht bent. Ja, maar dan zit jij bijvoorbeeld, dan heb je hier rechts een rots. Ja. En dan ben je achter die rots aan het vechten, maar je ziet het gewoon niet. Je hebt geen idee waar je op dat moment bent. Maar dit sluit een beetje aan op dat je er gewoon wel overwegend mee wegkomt met een beetje op vierkantje rammen. Ja. Want dat is wat je op dat moment doet. En de gameplay is er op zo'n moment ook wel op gericht dat je daarmee wegkomt. Want je ziet dan, want dit is ook op het moment dat er vaak nog kleinere vijanden wel gewoon aanwezig zijn. Dus je bent dan gewoon maar een beetje aan het slaan en je raakt dingen, dat zie je, maar je weet niet precies hoe of wat. Maar dat is allemaal voor het spektakel. En je wordt er niet hard voor gestraft, want die vijanden zullen je niet zo snel doodmaken. Dat is redelijk, weet je, redelijk simpel. En het ziet er wel heel vet uit. Ja, maar sorry. Een beetje onduidelijk, maar... Ik wil te alle tijden de controle houden over mijn character. Ja, en op sommige momenten verlies je die gewoon. Maar dit zijn wel kleine momenten, hoor. Want overwegend staat de camera er dicht bovenop. En ben je of door de omgeving aan het klauteren... of gewoon met groepen vijanden aan het vechten. Of met grote eindbazen dat je alsnog de camera er redelijk goed dicht op hebt zitten. En dan zijn er die paar momenten dat je inderdaad eventjes... Met de quicktime events natuurlijk, niet te vergeten. Ja, die wel handig, gewoon lekker handig in beeld gebracht worden dit keer. Gewoon de juiste plek, weet je, synchroon aan waar of corresponderend aan waar de knoppen op de controller zitten. Ja. En dat maakt het zo dat je in ieder geval nog kan kijken. Heel veel quicktime events, dan zie je niet meer wat er zo mooi is aan wat er gebeurt, omdat je alleen maar soort van, met een soort van zombie blik kijkt. Ja, precies. Welke knop. Ja, en dan zie je eigenlijk niet wat voor moois er gebeurt en dat zie je hier wel. Dus dat hebben ze slim gedaan, dat deden ze bij die vorige ook al en dat werkt gewoon goed. Is dit een game die jij nog online gaat spelen? Ik denk het wel. Ja, het kan heel goed. Had ik niet verwacht van tevoren. Klopt. Maar dit is absoluut wel een game. Ja, we hebben het nu nog niet echt kunnen checken. Omdat die game er niet uit is. Ik heb die beta toen wel gecheckt. Toen hebben we ook al met wat mensen online gespeeld. En het is leuk. Omdat het gewoon... Het is een beat-em-up type gameplay. In de stijl van Power Stone en dat soort games. Ah, ik hield van die Dreamcast game, man. Power Stone. Dat gevoel zit een klein beetje hierin. Ja. Want ik wil net niet Smash Brothers en dat soort games aanhalen... omdat het een andere camera view heeft. Maar het is toch gewoon een beetje in zo'n arena. Ja, betrekkelijk beperkte, kleine arena's, zeg maar. Ze zijn niet heel erg groot. Nee, het is niet dat je een hele map moet doorlopen of zo, weet je wel. Het is invloed van de omgeving, waardoor je dood kan gaan. Vijanden, dus je tegenstanders met verschillende type wapens en noem het maar op. Dit is er wel eentje, een multiplayer mode, die wel leuk is voor erbij. Ik bedoel, het zal geen jaar lang een hele heftige activiteit worden. Nee. Maar het is een leuke toe. Er is genoeg om voor te werken. Hè? Je hebt natuurlijk gewoon ook hier weer dat die aardse elementen terugkomen. Je kunt kiezen voor een bepaalde god. En dan kun je je gear upgraden, je wapens upgraden. En gewoon echt je eigen character. Er zijn games waar de multiplayer mode veel vergankelijker en nuttelozer is. Ja. Hij klopt hier wel. En het is misschien net zoals bij Uncharted en bij Mass Effect en zo, dat het zijn de singleplayer campaigns die het hem doen. Ja. Maar die multiplayer mode werkt verrassend leuk. We will see how you fare against the Hecatonkeries. Ik hoop natuurlijk wel dat de volgende God of War next-gen wordt. Want laten we wel weten, er gaat een nieuwe God of War komen. En dat ze dan wel weer een goede stap maken. Ook weer met nieuwe gameplay, nieuwe mogelijkheden. Maar nu, God of War 1 en 2 op de PlayStation 2. Twee keer geniaal. En nu God of War 3 en 4 op de PlayStation 3. Ook een vergelijkbare ervaring, maar wel weer met wat nieuwe elementjes. Net weer wat spectaculairder. En ik heb er weer oprecht van genoten. Omdat ik die gameplay nog steeds tof vind. Ja, ik heb hetzelfde. Ik bedoel, op sommige momenten had ik zoiets van... Oké, been there, done that. Maar het is oké. Been there, done that en nog steeds heel erg vet. Ja.